Hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019 de Career Mode. We gaan verder in België, ronde nummer 13 van het kampioenschap en aflevering 56. Als je aflevering 55 in Hongarije mist hebt, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Dat kan rechtsboven in het i'tje, klik erop en je ziet de aflevering verschijnen. En ben je nieuw het kanaal en wil je meer wekelijkse afleveringen van F1 2019 Career Mode zien? Ram dan gewoon de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op alles aan, zodat je geen enkele video van mij mist. Ja, we gaan vandaag dus verder in België, ronde nummer 13 alweer. We zitten op de helft van seizoen 3 en het belooft weer een mooie wedstrijd te gaan worden. De race dus, regen en ik verwacht hier gewoon weer om de pole position te strijden. België is een van mijn favoriete banen op de Formule 1. De afgelopen twee seizoenen wonnen we telkens, dus dat belooft heel veel goed. Maar eerst de kwalificatie. One of the mightiest tracks on the Formula 1 calendar. Long straights, up and downhill, Eau Rouge as well. This track isn't for the faint-hearted. Many of the drivers have commented on the challenge posed by the high-speed direction changes around this circuit, but you still need to be quick in a straight line. Is that a fair layman's appraisal? It's easy to make your car quick in a straight line, you just take all the downforce off. But when it comes to a track like this, you really need a bit more of a compromise. The main focus here is carrying speed through the fast-flowing corners, but you still don't want to be a sitting duck on the straight. Ja, we zijn inmiddels aanbeland bij Q1 hier in België op het circuit van Spa-Francorchamps. Eén van mijn beste circuits van de career mode. Ja, in seizoen 1 en 2 wonnen we hier dus op dit circuit. Dus we hebben hier tot nu toe een 100% score. En ik hoop dat hier dus 3 uit 3 te gaan maken. Q1, een prima baan om op te rijden. Een heel fijn circuit, heel snel circuit. Bottas zit daar wel in de weg. Butler zet een 1.47.1 neer. Verstappen zet een 1.45.5 neer. En waar komen wij dan terecht? Met verkeer. Hoppa, een 1.42.3. En dan halen we hier Bottas in. En dan gaan we denk ik nog een rondje erachteraan plakken. Want dit rondje was niet goed. We stappen op de mediums. Grosjean naar 3. McLaren springt er in één keer uit. Heel goed gedaan van dat team. Paars in sector 1, rood in sector 2, Hamilton naar 2, Verstappen naar 3 en wij rijden nog eens een snelle tijd. 2/10 los van mijn eigen tijd en 2,5 seconden los van de rest. Dat is een heel groot gat. Bijna 3 seconden los van Lewis Hamilton. Hoe is het mogelijk? En ja, Stroll op bijna 5 seconden gezet. Dat is heel pijnlijk. De McLaren zitten er wel bij. Q2 inmiddels en ook hier verwacht ik dus een P1 te noteren in Q2. Ik laat het ook bij 1 run. Dat geeft ons een wat versere set banden denk ik dan de rest. Want ik denk dat de concurrentie hier 2 runs gaan doen op dit circuit. Want dit circuit is heel snel en verbeteringen kunnen er zomaar in zitten. DRS hier dus geopend en kijk eens naar de topsnelheid. 359 km per uur. Paas in sector 1. Grosjean met een 1.45.9. Daar gaan wij denk ik wel een flink stuk onderdoor. Bij de busstop chicane DRS hier weer geopend. En wij zetten een 1.42.2 neer. De uitslag van Q2. Hamilton gewoon op 1.7 neergezet. En Perez zit erbij. Sergio Perez na plek 7. Dus de McLaren's klimmen wat naar voren. Q3 inmiddels, het is wat bewolkt te gaan worden hier in België, maar er is geen regen verwacht. Voor de race verwachten ze in het begin dus regen, dus dat wordt heel leuk. Maar eerst dus Q3 afmaken en ik verwacht hier gewoon weer een toptijd te kunnen noteren. Charles Leclerc met een 1.44.3, die heeft voorlopig de pole position in handen en daar gaan wij denk ik onderdoor. Ik zie daar een Red Bull rijden, dat is denk ik van Max Verstappen. Die komt er niet aan te pas. Wij zetten een 1.41.1 neer. We stappen op dit moment naar plek 3. De uitslag van Q3. Onszelf. Wij pakken de pole position. Hamilton op bijna 2 seconden gezet. En Charles Leclerc naar P3. Op bijna 3,2 seconden. De uitslag van de rivaliteit met Hamilton en Vettel. Die winnen we dus op dit moment. De resourcepunten. In Italië komen er ook een paar updates aan. Niet al te veel meer.
Want het kan zijn dat ik na dit seizoen stop met de career mode, dat ik dan F1 2020 ga uploaden. Maar je weet het niet. Je weet het maar nooit. Maar eerst dus dit seizoen afmaken. Ja, lekker veel resourcepunten dus. De reputatie met mijn team en de andere concurrenten, veteran en een sportsmanship. Well done. Very solid result. You're looking good for the race. Nou, dankjewel Emma. We gaan het dus zien hier voor de grote race van België. Ronde nummer 13 alweer. Ja, het belooft heel leuk te gaan worden. We starten in ieder geval van pole position. We zijn er klaar voor. Who doesn't love the Belgian Grand Prix? It's the race, of course, that gave maiden pole positions to the Jordan and Force India teams, with Rubens Barrichello and Giancarlo Fisichella, respectively. Jordan, of course, would then go on to better that here in 1998 with their first ever victory. And you can guarantee that something special will always happen at Spa-Francorchamps. But what that something is today is anybody's guess. Spa-Francorchamps then, a 4.35 mile tour of the Ardennes countryside with 9 right corners and 10 left corners, giving us a grand total of 19. Average lap speeds in the dry can reach about 145 miles per hour, but without a significant improvement in these conditions, we won't be seeing anything like that today. Alongside me once again for coverage of today's race, it's none other than the great Anthony Davidson. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position and Lewis Hamilton completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Leclerc, Vettel, Lucas Faber and Butler, Perez, Kvyat, Giovinazzi and George Russell, Gasly, Grosjean, Robert Kubica and Verstappen. They've taken a grid penalty. Magnussen, Ricciardo, Kimi Raikkonen and Carlos Sainz, Bottas and Lance Stroll brings the grid to a close. And now it's time to head down to the track. Ja, we zijn inmiddels aanland bij de auto. La Source is always pretty tight, but we've got a clear run. Remember the runoff if you need. Oké, La Source is dus altijd krap, maar we hebben de runoff area om daar dus schade te voorkomen aan de auto. 22 ronden, een natte race. We nemen er echt veel meer voor om hard te kunnen pushen in deze wedstrijd. Want ik wil natuurlijk voor die overwinning gaan. Dan gaan we dus beginnen voor career aflevering 56. De Lambert is dus aan voor de grote van België. Lewis Hamilton start dus naast van Charles Leclerc. Achter ons en we zijn onderweg. En het is een goede start ten opzichte van de Brit en de Monegas. Die al gelijk struggelen voor traction. Leclerc en Hamilton knokken al gelijk om plek 2. En wij nemen deze bocht heel voorzichtig. De curbstones zijn hier dodelijk op dit circuit. We moeten ook uitkijken voor Pouhon en Aurouge. Dat zijn hele gevaarlijke curbstones waar je gewoon de auto kan verliezen als je daar op die curbstones rijdt. Dus je moet daar gewoon mee oppassen. Ja, Camel Straight dus, een heel lang rechtstuk, maar Leclerc is al gelijk op, even kijken, 1.3 gezet. Mooi, dus we rijden weg van de Monegasque en we nemen ook een andere lijn. Ja, ik probeer dus gewoon zo min mogelijk de curbstones aan te raken. We zetten de snelste race met een 2:02.7. Leclerc inmiddels op 2.2 gezet. Dus dat is heel goed om te zien. Ronde nummer 2 inmiddels. En 20 ronden, ja, een korte wedstrijd vind ik. Een van de kortste op het circuit. Maar ja, daar kunnen we niks aan doen. Pit window open in ronde nummer 11 en de regen die gaat wegtrekken. 5 minuten tot lichte regen. Nou, ik noem dit al lichte regen eigenlijk. Ronde nummer 3 inmiddels. We zetten weer de snelste regenronde met een 1:58.7. Hamilton heeft Charles Leclerc te grazen genomen voor plek 2. En we hebben 3.8 seconden naar de Brit. Mooi. Oké, 2 minuut 0.0 en wij rijden een 1:58.7. Mooi. 2 minuten tot lichte regen. Persoonlijke verbetering in sector 1. Ronde nummer 4. We zetten weer de snelste race met een 1:58.3.
4 tienden sneller. Mooi. Hamilton op 5.7 gezet. Dat gaat hij denk ik niet meer dichtrijden in deze wedstrijd. En nu is het gewoon het hoofd koel houden en geen fouten maken. Dat is het advies. En daar moeten we ook ons aan gaan houden. You're doing well out there, keep it up. We're looking at about 10 more minutes of rain. 10 minutes. 10 minuten regen nog, zegt Jeff. Dat verwachten ze. Hamilton heeft een gat van 6.9. Robert Kubica is uitgevallen. Moet de strijd staken hier in België? Brengt dat de virtual safety car naar buiten? Op de baan dus eigenlijk. Hij rijdt nog wel. Maar het is daar geel in sector 3. Ja, de virtual safety car is uitgeroepen. En we moeten dus alweer een delta gaan aanhouden die positief is. De VSC is geëindigd, want we kunnen weer los. En Robert Kubica's auto staat daar nog stil in sector 3. Die is nu weggehaald, zie ik. Snel gedaan. En dan kunnen we dus weer ons eigen race tempo gaan aanhouden. Zit er wel een beetje wijd, maar dat is geen probleem. Gat naar Hamilton is 6.2 geworden. Dus ik zie dat hem echt niet meer dichtrijden. Oeh, ja. Daar moeten we wel mee oppassen. Een moment overstuur. En ik moest de auto daar even redden. Gat naar Hamilton is inmiddels 6.9 geworden. Maar daar moeten we wel voor uitkijken. Dat we van die curbstones afblijven. En dat we niet te ver doorschieten. Anders zijn we de Sjaak. Ronde nummer 8 inmiddels. 1.58.2. Dat is dus de nieuwe snelste raceronde van de race. En Hamilton op 6.8 gezet. Op dit moment. En die heeft ook een gat. Van 6 seconden naar Charles Leclerc. Lekker Lewis heeft Vettel inmiddels. Dus geen Charles Leclerc. Vettel heeft die. Inmiddels helemaal zoek gereden. Mooi. 5 minuten en dan begint de baan zich op te drogen. De baan droogt dan op. Dus sprak maar nog eventjes. We zetten weer de snelste raceronde met een 1.57.6. Het is daar geel. Begin sector 2. Dat is een Haas volgens mij. Ik denk dat dat Pierre Gasly is. Twee uitvallers dus. Robert Kubica en Pierre Gasly. Klein moment op Rouge. Maar we weten de auto mooi te redden. Ronde nummer 9 inmiddels. Ja, Jeff waarschuwt ook. Oppassen, oppassen. Dat is volgens mij Pierre Gasly die daar stil staat. Bij een bevestiging komt, het is Pierre Gasly. Oké. Ronde nummer 11. En de regen is gestopt. Het is nog wel nat op de baan. Dus we moeten nu zo snel mogelijk de baan zien op te drogen door andere lijnen te rijden dan de rest. Groen in sector 1. Hamilton naar 2. Ik weet niet of hij al een stop heeft gemaakt. Ik denk nog niet. Oppassen voor track limits, want die kunnen hier dodelijk zijn eigenlijk. Oké, we komen dus nu naar binnen. Lewis Hamilton duikt naar binnen. Gaat hij voor een setje soft? Gaat hij het nu al aangeven dat de baan droog genoeg is voor soft? Ik zie geen bandenwisselement bij hem. Links bovenin. Hij is toch naar de intermediates gegaan. En Vettel ook. Nog naar de intermediates en niet naar de soft of mediums. Een slechte keuze, want ik had gewoon gewacht. Wat wij dus nu ook doen. Ronde nummer 14 inmiddels. En de baan is al echt aan het opdrogen. Hamilton nog steeds op de medium. Oh, Vettel heeft een probleem. En het gat naar Hamilton is 26.5 seconden. Paas in sector 1, 4 tiende sneller. Dus dat betekent dat wij nu aan het pushen zijn voor een inlap. Vettel heeft een probleem. Heeft al gelijk volgens mij Max Verstappen achter zich. Maar waar is Charles Leclerc? Charles Leclerc zie ik niet rijden. Oh jawel, ja. Hij is nu bij start-finish. Mooi. We komen dus nu naar binnen.
voor onze laatste stop van de dag. Iets te vroeg de pit limiter ingeschakeld, maar dat boeit helemaal niks. We hebben toch een gat van 26,7 seconden. Deze pitstop moet goed gaan. Kan beter. Een tiende komt dan minstens eraf. En daar staat een Racing Point stil. Dat is volgens mij Carlos Sainz. Gek dat hij daar stil staat. Hamilton is dus nu ook naar binnen. Voor een setje soft. En het gat was al 26 seconden. Dat wordt nu ongeveer rond de 40, denk ik. Maar ja, niet slim van mijn team om Hamilton naar binnen te halen voor een setje intermediates. En dan weer over te schakelen naar de softbanden. Ronde nummer 17 inmiddels. We zetten de snelste race onder met een 1.45.5. Het gat naar Hamilton is 27 seconden. 27 seconden dus. Enorm groot dus. En dat is heel fijn om te zien. Nog 500 te gaan trouwens. We zetten weer de snelste race onder met een 1.43.6. Mooi. En we komen al wat achterblijvers tegen. Ik denk dat de eerste een Racing Point is. Dat is het. Misschien Carlos Sainz. Want zijn auto rijdt namelijk weer. Of Lance Stroll. Ik weet het niet zeker. Het is Carlos Sainz. Die ons hier mooi voorbij laat. Hij rijdt dus op de medium banden. Ronde nummer 19 inmiddels. Weber na 3. En waar is Hamilton? Die rijdt nu op Camel Straight. 28,6 seconden is het naar Lewis Hamilton. Ricciardo laat ons hier ook mooi voorbij. Ronde nummer 20 inmiddels. De wedstrijd zit er alweer bijna op. Ja, helaas. Francorchamps is een lange baan. Maar ja, de rondeaantallen zijn wat kort. Dus we zitten nu inmiddels in de laatste ronde van de wedstrijd. Het is heel hard gegaan, vind ik. 28,6 seconden is het naar Lewis Hamilton. En dan winnen wij dus alweer een grote prijs. En dan is onze zegenreeks hier enorm groot. Vanaf Canada hebben wij telkens de grote prijs gewonnen. Wat ontzettend knap is. Dan gaan we ons oppakken voor Italië, waar ik ook Mercedes heel sterk zie. Daar zijn we dan bij de busstop chicane. De tweede seizoen zelf is goed begonnen. Wij winnen dus de grote prijs van België. En we vergroten weer onze voorsprong in het WK. En dan gaan we ons opmaken voor Italië. You've really been great today. The Mercedes team pulled out a fantastic performance today. They should be proud. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Nou, de uitslag van de grote race van België. Wij winnen dus alweer een wedstrijd. We pakken ook een snel punt. En Hamilton gewoon op een halve minuut gezet. Bottas krijgt driver of the day. Terecht. Van plek 19 naar plek 6. Hamilton op het podium. En Lucas Weber naar plek 3. 156 punten verschil met Lucas Weber. En al 202 punten verschil met Lewis Hamilton. 132 punten verschil met Red Bull Racing. Dus eigenlijk zijn alle kampioenschappen eigenlijk al in de tas. Let's have your thoughts. How does it feel sharing a Formula 1 podium with your old F2 team? Ja, het voelt fantastisch. Echt waar. Lucas deed gewoon zijn best en dat werd gewoon verdiend. That was an epic battle today. How do you think this will play out?
Ik vind het niet echt een epic battle, hoor, Claire. Appreciate your time. Oké, tot in Italië. De resultaten van de rivaliteit breakdown met Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. Nou, die winnen dus weer van beide coureurs. De researchpunten na de wedstrijd hier in Spa-Francorchamps. Voor updates aan de R&D Development Tree. Voor weer updates aan de auto. Zijn er weer lekker veel. Mooi. Reputatie is gewoon gelijk gebleven. Veteran en een showmanship. Richting de showmanship. Nou, dankjewel Emma. Ja, dit was dus weer mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het met een like. Ben je hier nu op het kanaal weer meer wekelijkse afleveringen van F1 2019 Premier Team? Ram dan gewoon de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op, anders aanzet en ik heb van me mist. Ja, 68 abonnees, laten pushen naar die 70 abonnees, dus ben je nieuw. Abonneer je gewoon op dit kanaal voor meer wekelijks Formule 1 content. Ja, die leuk is, die spannend zijn, met leuk commentaar voorzien. En ja, reageer wat beter kan of moet worden. Of als je zegt, toffe video, ik heb genoten van de zijn met Hamilton. Zeg het gewoon in de comments neer en ik reageer altijd. Volg me even op Instagram, link staat in de beschrijving. En dan zou ik zeggen, een fijne dag verder. En tot ziens, tot de volgende keer bij F1 2019 in de Career Mode. We gaan verder in Italië.